Waar is het idee vandaan gekomen dat je tentoonstelling te maken? Ja, het idee komt eigenlijk, het is heel simpel. RTL Nieuws en NOS Journaal worden beide hier in Hilversum gemaakt. En wij zijn Museum Hilversum. En we wilden wat meer doen met mediavormgeving. Dus dat lag gewoon heel erg voor de hand om dit te gaan doen. Nou ja, dat kwam eigenlijk uit het museum. Die wilde verschillende facetten van het nieuws, zowel televisie als fotografie in de krant, wilden ze laten zien. En hebben ze dat een beetje opgehangen aan mij, omdat ik al vanaf 1970 fotografeer. En die hele ontwikkeling kan je aan de hand van mijn foto's laten zien. Hoe zijn jullie precies te werk gegaan? Nou, we hebben geprobeerd om drie verschillende disciplines samen te brengen. Dus we hebben het over nieuwsfotografie, over mediavormgeving en over videokunst. En om die in één tentoonstelling te brengen met het thema nieuws. Zodoende zijn we begonnen met de etage over de vormgeving van RTL Nieuws en NOS Journaal. En de ontwikkelingen daarin in de loop van de tijd. Ja, ik heb natuurlijk tienduizenden foto's gemaakt, misschien wel honderdduizenden foto's. Dus het is een beetje, dan moet je inderdaad kiezen. En we hebben gekozen voor aan de ene kant de autoriteit, want ik heb heel veel de politiek gefotografeerd. Dus dat is één weg. En aan de andere kant zie je de actievoerder, de burger. En welke materialen hadden jullie hiervoor nodig? Ja, materialen. We hadden natuurlijk voor Bert Verhoeven hadden we zijn foto's nodig. Maar ook krantenknipsels. We hebben zijn foto's willen laten zien met ook wat context. Dus hoe zijn zijn foto's in de krant geweest? Want dat varieert natuurlijk van heel klein tot paginavullend. Meestal heb je een fototentoonstelling en dan kijk je naar de foto's. En dan er zijn er vaak natuurlijk wel bijschriften bij waar het over gaat. Maar hier wordt de foto echt in een context, laten we die zien. Dus in de krantenpagina, met de gebeurtenissen eromheen. Met reacties en tegenreacties enzovoort. Dus ik denk dat met quotes ook. Dus ik denk dat het op die manier allemaal veel duidelijker wordt. En interessanter. Bij de etage over RTL Nieuws en NOS Journaal hebben we heel veel gezocht naar de sporen die er nog zijn van de ontwerpers. Dus van de decorontwerpers, van componisten en van grafisch ontwerpers die aan de leaders, decors en tunes hebben gewerkt. En dat is vrij lastig, want net als de krant is de televisie een wegwerpproduct. Dus er wordt niet alles bewaard. Dat is maar goed ook, want stel dat je alle decors zou bewaren, dan heb je natuurlijk enorme opslagruimtes voor nodig. En dat moet je helemaal niet willen. Dus we hebben wat maquettes hier, we hebben tekeningen, we hebben ontwerpen die nog echt met de hand zijn gemaakt. We hebben ontwerpen die digitaal zijn gemaakt. Ze komen naar buiten voor een lunch en ik sta in de bosjes achter het hek, stiekem te fotograferen. En minister Van Bokstel die maakt een handstand. Dus dat is dat zorgeloze. En hij stond groot op de voorpagina. En veel reacties op gehad. En de vraag die ik altijd dan weer heb als fotograaf is, want ik was wel zichtbaar door het hek. Ik stond op 30 meter afstand misschien. Zou hij me nou gezien hebben? Want hij was er heel blij mee met die foto. Hij vond het prachtig dat hij groot op de voorpagina stond. Wat is er allemaal te zien vanaf 17 januari? Ja, er is ontzettend veel te zien. We hebben heel veel bewegend beeld. We hebben heel veel foto's. We hebben heel veel bijzondere objecten. We hebben bijvoorbeeld de gong, die eigenlijk al 50 jaar het geluid is van het journaal. Dus die is hier te zien. Er is ontzettend veel te zien. Show me the news. Goedenavond, dames en heren. Goedenavond. 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 Goedenavond, dit is het laatste nieuws. 60 jaar NOS Journaal. Hey. 25 jaar RTL Nieuws. Hey. Show me the news. Een tentoonstelling over het nieuws en de kracht van het beeld. Vanaf 17 januari tot 22 maart 2015 te zien bij Museum Hilversum.